welkom in deze nieuwe video van Polestar. Wij gaan op zoek naar een paar schoenen. Er is een schoen vermist van Enzo en die gaan wij nu zoeken. En dan moeten we daar starten. Dus, er zijn dingetjes die gebeuren. Zo. Ze zijn natuurlijk klein, ze zijn die schoenen beu, ze gooien die dus weg. Maar natuurlijk ja, het is niet leuk voor de ouders. Maar ik denk dat het wel kenbaar is, denk ik. Schoenen weggooien. Ik denk dat wel. Ik heb dat nooit gedaan vroeger, alleen toch niet dat ik weet natuurlijk. Mijn moeder kan het niet betuigen dat ik het ooit heb gedaan. Maar we gaan toch eens kijken. Voor de zekerheid. Hier voor mij rijdt mijn broer om excuses te geven waarom we moeten kijken. Het is erg natuurlijk, hè? Maar het is ook geen kind waar de tijd dringt. Dat zou veel erger zijn. Dat is normaal als het met een kind te maken heeft. Want gaat de tijd natuurlijk ook heel hard zijn. Te zoeken, dit is natuurlijk een schoen. Maar ja, schoenen kosten heel veel geld en ik begrijp ook wel de ouders en zo'n ding allemaal. Maar ik zeg gewoon, ja, het is niet op leven en dood of zo. Dus dat valt eigenlijk al mee. Hier gaat de zoektocht starten. Het is groen, het is zwart met groen. En het kan overal liggen. Want kinderen kunnen hard gooien. Hier is het stadspark trouwens. Wat mooie bloemetjes eigenlijk, om eerlijk te zijn. We gaan eens kijken of we het vinden dan. Hoeveel tijd zit er tussen? Heb je al Natasja gevraagd al eens om te kijken op het internet of er al mensen zijn die het gemeld hebben van schoenen? Oké, daar begin het ook al mee. Het is gelukkig al niet Enzo zelf. We zijn op de grote markt van Sinterklaas. Ik heb nog geen schoenen gezien momenteel. Het is wel nog warm, ondanks dat het nog bijna 8 uur is, is het toch nog warm. Maar binnenkort is hier kermis. Niet dat ik er naartoe ga, want ja. Maar alleen misschien wel voor ze gaan kijken of zo, dat wel. Tot hier toch nog geen schoen gespot. Allee, dan kom je s'avonds buiten en dan maak je dat mee, hè. Ik volg gewoon u en ik kijk als ik het zie. Als ik het zie, dan roep ik wel, hè. Markt. Er zijn nog veel mensen op spier. Toch mooi weer. Always live with work. Ze is zo kookal. Maar er worden meer en meer vermist. Ja, dat kan je natuurlijk niet weten. Maar ik denk het wel. Het kan ook zijn dat we de eerste de schoen niet aangedaan en dan de sok. Bij Enzo weet je nooit. Zo, we zijn in de Stationsstraat. Tot hier toe nog niks. Dat zijn zo, ja, grote beelden. Wel een verhaal op zich. Wat doe je s'avonds? Je moet energie zitten als het tussen is.
Nee, die hebben goed gekeken in de fietsstelling, kar. Ja, maar ja, dat beet je maar twee keer vragen. Ik zou goed kijken. Draag ik de schoenen voor één keer zo bij u thuis, zo juist voor de deur. Bijna. Zo, juist de straatje zo. Juist, nu op de fietsstelling, omdat je even zo'n boord kan laten zien. Want de hond bestaat daar namelijk en het publiek dat kan filmen. Dus daarom. Er zijn nog altijd geen schoenen gevonden. Het is echt raar, maar waar? Koop. Misschien is dat de schoenen niet. Zoals je schoenen deurlijk of zo. Ik had niet aan de content gegeven, deel ik toe. Dit was spannend. Dus een verhaal maken en een wandeling maken ondertussen. Dat is ook in Hooiberg. Dit is de eerste keer zodat we die schuren zoeken. We hebben die in plots ook eens een keer moeten zoeken. In plots de aqua. Maar toen stonden ze aan de invalpaal. Provincia, oké. Okay. Dan dit gebouw. Nu ben ik heel de stad doorgegaan. Ja, dat is de stad. Dat is de kerk. Dat is een schone kerk, dat moet ik wel zeggen. Maar wel prachtig. Een beetje verbouwd al. Maar, schoon. Kerk eruit zag. Het is de Elisabeth Wijken, staat erop. Nu is het schoon, hè. Kijk jongen, daarvoor zie ik het eruit zag. Prachtig, prachtig. Kijk eens wat we gevonden hebben. En waar ligt dat? We lagen ongeveer. We gewoon op straat en min. Het zijn al wonder dat ze niet overgereden zijn. En zijn sok? Ik heb hem weer gevonden, maar joh. Die zal ook uit de buurt liggen dan. Ja, ik heb alleen een schoen gevonden, maar die sok, dat is een ander verrozen. Hier is een schoen. Op midden van de straat. Prachtig, prachtig. Door dat is moeilijk op te leggen. Nu eens kijken voor de sok. Richting. De schoen hebben we al. Nu nog de sok. En dan zijn we helemaal klaar. Hè? De sok. Oh, Rob, dat moet niet. Is dat de sok? Ja, hier is ook gevonden, mensen. Oh, nog een keer die mensen ook nog ook iets weg. Ik heb slecht nieuws, dus deze schoen terug kwijt. Is hier is de sok, mensen. Zo, mijn sok hebben we ook gevonden. Is plein. Ja, wat gaan we nu doen? Op zo LKS 1914 de Klokkenberg dit nu staat op. Rood aan het rij. Ik heb een hele meisje, maar ze zacht dus. Zal ik hem een beetje in de hond doorzien? Dat kan ik ook. Ik moet al aanschuiven zijn, heel handjes druk. Kijk, dat zie je zo. Dat ringen. Dus dat nog eens op is gekomen. Ja, maar dat is geen optie, hè.
was er die doos met ijsjes. Als je op de fiets geraakt, toch? Nou, als er iemand met een jongje vertelde kusten, zou dat wel mogelijk zijn. Je hebt ook nog niet gevroegen, hè? Oh, ik kom hier nu, dat is wat dat is. Maar ik heb die doos niet dichtgeplakt, hè? Ja, zo doos. Ze hadden daar beter een stickersknop geplakt. Gaat dat lukken? Ik ga toch, ja, ik ben wel bij de rekje van vuur, dus ik ben een toch niet. Moest ik jullie niet meer zien hoe stichters zijn? Maar die achter mij, dat weet ik wel. Mensen die een rare kiegel zien met een doos, dat is hij. Hè? Als die ijsjes vallen, dat is de mijne.